Ik ben Bastiaan, ik ben 18 jaar oud. Ik doe een MBA 2 opleiding van gast en gastvrouw op het Horizon College in Heerhugowaard. 1, 2, 3, 4! Ik ben Bastiaan, ik ben 18 jaar oud en ik loop nu stage hier bij in Den Haag. Hoe ik hier ben gekomen is een leuk verhaal, want Wittley was samen op het terras met iemand anders bij mijn oude stageplek, slash werkplek, bij de Fransman. Ik was een bediening en we zaten daar op het terras. En wij begonnen gewoon een beetje een gesprek te krijgen zoals ik dat normaal zou doen met gasten. Alleen ja, ik wist natuurlijk niet dat ze een eigen bedrijf had. Dus ja, dat een interessante wending op dat moment. Want we kregen gewoon een gezellig gesprek. En daar bleek dus uit dat zij leermeester was van in de Waag hier ook. En toen zijn we gewoon gaan praten over dat ik een hele lange tijd al was op zoek was naar een nieuwe stageplek. Om mijn stage en mijn school verder te kunnen doen. En dat het me niet echt gelukt was om dit tot dusver te vinden. En dat was mijn laatste dag bij de Fransman. En daar had ik het over, dat ik dat jammer vond. En toen kwam Wittley ineens met hier. Heb je een kaartje van een introductiefilmpje voor ons bedrijf. En dat is een beetje hoe alles is begonnen. Want die dag daarna heb ik een mailtje gestuurd. Met mijn gegevens en een beetje mijn motivatie ervoor. En toen daarna ben ik uitgenodigd op gesprek en dat is hoe ik hier gekomen ben. In die 6 weken dat ik hier nu inmiddels stage loop, heb ik veel geleerd. Vooral ook om mijn tempo iets sneller te hebben dan dat het daarvoor was. Ook vind ik het wel leuk hoe de manier van werken een heel stuk anders is. Een stuk uitgebreider en groter, omdat hier praat je ook grotendeels Engels in plaats van Nederlands. Dus dan leer je ook veel meer verschillende soorten mensen kennen. Nou, dat vind ik best wel leuk vergeleken met mijn oude werk. Want daar had je alleen voornamelijk Nederlandse mensen. Daarbuiten vind ik het ook leuk dat we eens in de zoveel tijd cursussen krijgen, of kleine cursussen krijgen over wijnen en bieren. Ook om beter te kunnen adviseren, maar ook leer ik daar veel van. Om gewoon over algemene kennis meer te weten van dit is dit, dat is dat. En dat waardeer ik enorm, want dat had ik niet verwacht toen ik hier binnen zou komen. Ook krijg ik stagevergoeding, dat had ik ook niet verwacht, daar ben ik erg blij mee. Dat heeft wel ervoor gezorgd dat ik meer mogelijkheden heb op financieel gebied voor de uren die ik draai. Ook al hoeft het niet, want ik doe een bolopleiding. Ik ben daar alsnog enorm blij en dankbaar voor. En voor de rest van personeelseten en eigenlijk alles hier is voor mij in mijn ogen gewoon geweldig. En ik vind het een enorm leuke stageplek. En ik hoop dat ik hier nog veel leer.